Dames en heren, wat ontzettend fijn om jullie hier allemaal te zien. Ik hoop dat jullie een leuke dag hebben gehad. Ik weet het eigenlijk wel zeker. De meeste mensen die ik net even sprak, waren hier heerlijk aan het ronddwalen met de kinderen. Ik zag opa's en oma's, ooms en tantes. Het is mooi om bij elkaar te komen hier in het AVO-droom, na wat een hele bijzondere week was. Een week geleden hadden we onze lijsttrekkersverkiezing. Deze week nam Diederik Samsom afscheid, kreeg terecht heel veel waardering van mensen uit het land, maar ook in de Tweede Kamer. En nu sta ik hier voor jullie als de nieuwe politiek leider van de Partij van de Arbeid. En dat vervult mij met trots en met strijdlust. Trots dat ik deze prachtige partij met jullie mag gaan leiden, dat ik het vertrouwen heb gekregen van de leden om daarin voorop te gaan. En strijdlust, ouderwetse strijdlust om samen te gaan voor een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. Waarin we samen vooruit gaan, want dat staat, beste mensen, dat staat op het spel. Ik wil me met u inzetten tegen onrecht en voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Zodat we op 15 maart, en dat is al heel snel, een vuist kunnen maken. Je ziet dat Wilders aan de ene kant en de VVD eigenlijk aan dezelfde kant, het land willen gaan verdelen. En dat mogen we niet laten gebeuren. Dat vraagt om een krachtig antwoord en dat vraagt om saamhorigheid. Tegen de rechtse politiek van de VVD, die vindt dat je het maar in je eentje moet uitzoeken. En een progressief en een verbindend antwoord op Wilders, die bewust groepen mensen tegenover elkaar plaatst. Dames en heren, Nederland is een prachtig land. Er is heel veel om trots op te zijn. Er is heel veel om dankbaar voor te zijn. U weet het misschien, Nederlanders horen tot de allergelukkigste mensen op de hele wereld. En het zou je niet altijd denken als je ons soms hoort mopperen. Of als je even de Twitter aanzet of op Facebook kijkt. En toch zijn we zo gelukkig. Maar we mopperen ook wel soms met reden. Er is ook veel om je wel zorgen over te maken. Het gaat lang niet goed genoeg. En zeker niet met iedereen. Het geluk kan als soort zand tussen je vingers doorglippen. En dat maakt je onzeker. Hebben we eigenlijk nog wel grip op het leven? Op de baan? Verandert het niet vreselijk snel? Is het geluk dat wij misschien hebben straks nog wel weggelegd voor onze kinderen? Als zij groter worden. En als je kind ziek wordt, of als je ouders hulp nodig hebben, kunnen we dan straks ervoor zorgen dat iedereen op een fijne manier de aandacht en de zorg krijgt die hij verdient. Als je dan ziet hoe we de laatste tijd met elkaar omgaan in Nederland, dan zie je dat we soms heel erg aan het schreeuwen zijn en bijna niet meer naar elkaar kunnen luisteren. Dat je daardoor niet in een ander meer verplaatst. En dat knaagt. En die onzekerheden en die zorgen vragen dus om een eerlijk antwoord, een echt antwoord. En ik denk dat er meer nodig is dan een beetje bijsturen. Ik denk dat er echt nieuwe, eerlijker spelregels nodig zijn. Die ons kunnen helpen om weer allemaal optimistisch en trots te zijn. Met vertrouwen in onze toekomst. Het vraagt om nieuwe en eerlijke spelregels voor de arbeidsmarkt. Want het is fantastisch dat de werkloosheid nu zo snel daalt. Deze week, voor het eerst in heel veel jaren, minder dan een half miljoen Nederlanders zonder werk. Ik hoorde zelfs ergens in een gesprek op de radio de term volledige werkgelegenheid weer vallen. Dan is er wat aan de hand, dan gebeurt er iets, dan keert er iets ten goede. Ik ben er ontzettend blij mee, vooral voor al die mensen die de afgelopen tijd hebben gedacht, misschien gaat het wel helemaal niet meer lukken. En die nu merken, er zijn weer vacatures, er worden weer mensen aangenomen. Maar echt tevreden ben ik pas als het niet alleen gaat om meer werk, maar ook om goed werk. Dat mensen waardering krijgen en respect. En zolang er nog zoveel mensen gevangen zitten in flexbaantjes, in nulurencontracten, zolang zoveel mensen onzeker zijn of hun baan er volgende maand nog is, is het niet goed genoeg. En je ziet ook dat, hoewel jongeren met een migrantenachtergrond steeds beter gaan op school, steeds mooiere diploma's halen, hun kans op werk veel te langzaam vooruit gaat. U heeft dat misschien ook van de week in een van de nieuwe rapporten gelezen, maar dat is niet acceptabel. Want dat betekent dat die kansen niet eerlijk verdeeld zijn. Terwijl mensen oud en jong hunkeren naar een vast contract, zijn er te veel werkgevers die dan toch met allemaal trucjes uitwegen zoeken.
Die doen alsof eigenlijk de belangrijkste kwaliteit van een werknemer is hoe snel je er weer vanaf komt. Maar dat is niet waar wij voor staan. Dat is niet waar mensen voor werken. Dat is niet waar wij voor hebben gekozen. Gelukkig zijn er ook veel werkgevers die wel degelijk laten zien dat het anders kan. Dat ze geven om hun mensen. Die bewijzen dat je juist succesvol kan zijn door altijd te investeren in de mensen met wie je samenwerkt. Ik kreeg laatst een mail van een hele boze directeur. Toen ik me had beklaagd over werkgevers die trucjes gebruiken. En die zei, weet je wel wat ik allemaal doe? Ik bied taalkursussen aan. Ik begeleid mensen als ze ziek zijn. Ik help ze om naar de dokter te gaan of het ziekenhuis. Ik kijk als er thuis problemen zijn, hoe ik dat kan oplossen. Dus ik wil die man, ik hoop dat hij dit nu ziet, zeggen ja, er zijn gelukkig fantastische werkgevers die het goede voorbeeld geven. Maar het zijn er te weinig. En dat moet veranderen en dat kan ook veranderen. Let wel, we hebben de afgelopen jaren een koerswijziging ingezet op die arbeidsmarkt. Meer zekerheid in plaats van minder. En natuurlijk komt er dan altijd kritiek. En je wordt er gauw ouderwets genoemd. En er zijn soms directeuren van uitzendbureaus die zeggen, nee, mensen willen die vaste contracten niet. Vaak hebben ze zelf een behoorlijk goed vast contract. Dus dat mag je wel met een korrel zout nemen. En natuurlijk zijn er in de nieuwe wetten ook knelpunten die we onderweg moeten oplossen. Maar zonder ons ideaal en onze waarde op te geven. En dat ideaal is dat mensen respect krijgen op hun werk, dat er waardering is en dat er zekerheid is. Dus ik zal mijn oren nooit laten hangen naar de lobby van werkgevers die blijft zeggen dat een vast contract een reliek uit het verleden is. Let op, geen enkel ander land kent zoveel flexibiliteit, zoveel flexwerkers, zoveel ZZP'ers als Nederland. Dat betekent dat het een keuze is. En dat betekent dus ook dat we het kunnen veranderen en dat we het moeten veranderen. Voor mij betekent het ook dat we nieuwe en eerlijke speelregels nodig hebben voor Europa. Voor Europa is het tijd om te stoppen met arbeidsmigratie, die eigenlijk alleen bedoeld is om de lonen te drukken. Arbeidsmigratie alleen maar bedoeld is om hier, maar ook op andere plekken in Europa, mensen onder lonen te laten werken die zijn afgesproken. Het is uiteindelijk een vorm van concurrentie tussen collega's die we moeten stoppen. Want het is niet te verkroppen als het je overkomt, dat je weggeconcurreerd wordt door een Roemeen die precies hetzelfde werk doet als jij, met precies dezelfde ervaring als jij, met precies dezelfde inzet als jij, maar door Europese spelregels 100, 200 of 300 euro goedkoper per maand dan jij. Dat is niet rechtvaardig, dat is niet te verkroppen, dat is niet te accepteren voor die werknemer, die kan fluiten naar zijn baan, maar ook niet voor de vele kleinere bedrijven die daardoor oneerlijk worden weggeconcurreerd. De belofte van Europa was dat we vooruit zouden gaan. De belofte van Europa is dat de mensen in Bulgarije en Roemenië het beter zouden krijgen. Niet dat we in Nederland op Bulgarije zouden gaan lijken. Dus het betekent dat Europa moet gaan veranderen, dat we daar radicaal in moeten durven zijn. En ik weet zeker dat het kan. De komende jaren hebben we met de onderhandelingen over Brexit voor de boeg een unieke kans. Een unieke kans om het op onze manier te doen. Een Europa dat vooruitgang biedt aan de werknemers. Dat trouw is aan de waarden. In plaats van een cynische machine die mensen tegen elkaar laat concurreren. En kijk dan naar de VVD. De VVD zegt het op te nemen voor de gewone man. Maar dat staat in ieder geval niet in hun verkiezingsprogramma. Ik weet dat er mensen zijn die nog niet dat verkiezingsprogramma hebben gelezen. Maar we moeten dat wel even serieus nemen. Wat daar staat is eigenlijk vooral de belangen van de grootste bedrijven van Nederland. En dat betekent dat voor jou als werknemer de VVD vooral onzekerheid in petto heeft. Voor jou als werknemer betekent het minder bescherming tegen ontslag. Eindeloze hoeveelheden flexibele contracten. En in je eentje onderhandelen over je salaris en je arbeidsvoorwaarden. Nou, stel je maar voor, daar sta je dan. Met minder bescherming tegen die grote werkgever, tegen dat grote bedrijf. Het is een heel cynisch verraad aan de gewone man en de gewone vrouw. Als je mensen op die manier in hun eentje het laat rooien. En ook daar geldt, het is nodig dat er een sociaal alternatief is. Dat we de waarde niet verlegen, maar met trots weer voorop durven te stellen. Bescherming van mensen tegen de grote bedrijven is niet iets van vroeger. Dat is juist vandaag keihard nodig. En dames en heren, we zien ook, en dat ziet u misschien ook in de sportclub, bij u in de buurt, dat steeds meer mensen zich aangetrokken voelen door Geert Wilders.
En dat zijn heus niet allemaal racisten of vreemdelingenhaters, dat weten we. Ze zijn ook niet allemaal tegen samenwerking in Europa. Het zijn vaak mensen die zich, net zoals u, net zoals ik, zorgen maken over de toekomst. Omdat ze te weinig grip hebben op het leven. Omdat je te weinig weet over wat de toekomst gaat brengen. Zorg over hoe Nederland er straks uit gaat zien. Met een grote groep nieuwe mensen die er naartoe zijn gekomen. Mag je dan straks nog wel zijn wie je wil zijn? Het verlangen om geaccepteerd te worden. Jezelf te kunnen zijn. Dat is toch eigenlijk een verlangen dat we allemaal met elkaar delen. Dat is toch eigenlijk een vrijheid die we allemaal koesteren. Maar als je dat voor jezelf wil, gun je het dan ook nog een ander. Zijn we er nog toe in staat om de vrijheid die we voor onszelf claimen, om die ook echt oprecht aan een ander toe te kennen. En als je ziet hoe listig Wilders op die zorgen inspeelt, dan zie je ook dat daar vervolgens geen oplossing komt, geen alternatief, geen hoop wordt geboden. Hij biedt eigenlijk vooral zondebokpolitiek. De problemen die wij hebben zijn altijd de schuld van een ander, van een zondebok. Woede en angst. En veel mensen weten dat ook wel, maar hebben het gevoel dat ze bijna aan een noodrem moeten trekken als er geen alternatief is. En dat betekent dat wij dat alternatief moeten bieden. Zodat je wel weer optimistisch naar de toekomst durft te kijken. Zodat iedereen een eerlijke kans krijgt met eerlijke spelregels die ook voor iedereen gelden. Dat betekent dat we intolerant moeten zijn. Intolerant voor alle vormen van intolerantie. Dat betekent dat we nooit accepteren dat het minimumloon wordt omzeild. Dat mensen worden uitgebuit. Dat belastingen en premies worden ontdoken. En dat onze werknemers worden vervangen door illegale constructies. Of Europese regels die alleen het belang van de grote bedrijven lijken te behartigen. En als we staan voor een fatsoenlijke samenleving, vraagt het ook om een streng en liefdevol integratiebeleid. Waarin we hard stelling nemen, keihard stelling nemen tegen racisme en tegen discriminatie. Maar waarin we ook niet wegkijken als dingen niet goed gaan, niet door de beugel kunnen, want dan komt de veiligheid en de vrijheid van iedereen in het geding. Nederland is immers pas een sociaal land als het ook een veilig land is en een vrij land. Daar waar dingen niet goed gaan, als de criminaliteitscijfers dat laten zien, of als we zien dat veel van onze moslimjongeren een radicale idee op nahouden die niet stroken met onze waarden, dan is er werk te doen. Dan kunnen we die problemen niet wegdromen of wachten tot ze voorbij gaan. Dan moet je ook niet bang gaan maken of haat gaan zaaien of een zondebok aanwijzen. Dan moeten we de mouwen opstropen en erop af. Dat betekent dat we altijd hard en streng moeten optreden tegen misbruik van onze voorzieningen. Tegen criminaliteit. Dat we pal staan voor de vrijheid van iedereen. En daar geen concessies aan doen. Betekent de vrijheid die zowel Wilders als de moslim beschermt. De vrijheid die de vrouw beschermt en de homo. De vrijheid om te zeggen wat je wil en te geloven wat je wil. Die vrijheid die vergt ononderhandelbare verdediging en bescherming. Zonder concessies. Dat betekent ook dat we keihard moeten optreden tegen kwaadwillende raddraaiers. En wat dat betreft zie je dat de mensen die als asielzoeker uit veilige landen, maar zonder dat ze vluchteling zijn, in Emmen, in Weert, in Ter Apel, op dit moment stelen, intimideren en bedreigen. De mensen die de buschauffeur, de winkelier en de echte vluchtelingen in het opvangcentrum nu lastigvallen, dat we die heel streng moeten aanpakken. Dat moeten we doen omdat onze gastvrijste bewoners, onze meest solidaire Groningers in Ter Apel, mensen die altijd klaarstaan om opvang te bieden, het niet verdienen. Dat we wegkijken als ze door criminelen worden lastiggevallen. Het betekent dat ik steun uitspreek aan burgemeesters die de grenzen van de wet opzoeken om die criminelen te bestrijden. En dat ik vanuit Den Haag alles aan ga doen om te zorgen dat tuig dat het voor anderen verpest zo snel als mogelijk is het land verlaat. We moeten bereid zijn hard op te treden. Juist omdat wij vinden, wij, dat vluchtelingen genereus en liefdevol opgevangen moeten worden. Juist omdat wij er willen zijn voor mensen die op de vlucht zijn en alles hebben moeten achterlaten. Kijk nu naar de afgrijzelijke en hartverscheurende beelden uit Aleppo. Deze week hebben we het gezien. Mensen die een noodkreet de wereld insturen.
Mensen die zich vergeten voelen door de hele wereld. Moederziel alleen. Slachtoffers van een cynische botsing van grootmachten en landen die oorlogstuigen uitproberen. En dan weet je dat wij er alles aan moeten doen om vrede te brengen. Dat wij er alles aan moeten doen om veiligheid te bieden. Daar, maar ook hier. En dat betekent dat wij een welkom bieden aan mensen die die hel ontvluchten. Daar, voor die solidariteit, moet en zal Nederland altijd staan. Wilders maakt geen onderscheid. Hij wil ook geen vluchtelingen uit Aleppo opnemen. Hij ziet in een vluchtende moeder een potentiële terrorist. Hij ziet in iedereen met de naam Ahmed een potentiële verdachte. Hij dreigt met een revolutie als hij zijn zin niet krijgt. En als hij door de rechter op zijn vingers getikt wordt, dan moeten die rechters van hem worden ontslagen. Hij maakt mensen bang voor elkaar en heeft net zo weinig respect voor zijn kiezers als voor zijn eigen fractie. Hij gunt een ander de vrijheid niet die hij zichzelf wel toe-eigent. Hij staat voor de vrijheid van meningsuiting, zolang je zijn mening deelt. En dames en heren, daar zullen wij nooit aan meewerken. Wij zullen nooit meewerken aan zondebokpolitiek. Wij zullen nooit meewerken aan racistische politiek. Wij zullen de waarheid onder ogen zien. Waar de problemen zijn, pakken we ze aan. Maar we zullen altijd staan voor het recht van mensen om als individu behandeld te worden. Beoordeeld te worden op wie je bent, op wat je doet, op wat jij zegt, op wat je bijdraagt aan ons land. Er is geen terug naar Nederland van de jaren 50. Er is geen laat Nederland Nederland blijven. Er is geen andere weg dan het Nederland van de toekomst. Een Nederland van ons allemaal. Een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. En dat betekent dat we ons niet moeten laten afpakken dat we allemaal trots zijn op dit land. Dat we het met elkaar opbouwen. Dat iedereen daar part van is, deel van is, recht op heeft. En dames en heren, laat je wat dat betreft niet in slaap sussen door de VVD. Op dit moment doen ze alsof zij het alternatief zijn voor Wilders. Maar straks krijg je er twee voor de prijs van één. Het betekent dat ze straks, als het even tegen zit, bij de PVV op schoot gaan zitten. Ze hebben het eerder gedaan, ze zullen het weer kunnen doen. En dat mogen we niet laten gebeuren. Wij mogen ons niet uit elkaar laten spelen. Laten wij ervoor strijden dat Nederland weer een tolerant land wordt. Waar je, als je aan de wet houdt, altijd jezelf kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de Nederlanders, net als ik, net als wij, een fatsoenlijk en een sociaal land wil. Waar geen plek is voor racisme. Waar geen plek is voor zondebokpolitiek. En als wij een beweging kunnen vormen met meer en meer mensen die voor dat Nederland gaan, dan weet ik zeker dat het kan. Dan hoeven we niet te laten gebeuren wat er dreigt te gebeuren. Dan hoeven we niet op 15 maart te kiezen tussen twee smaken rechts. Dan komt er een sterke en progressieve beweging. Dan kiezen wij voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Dan kunnen we samen de koers van het land bepalen. En daarvoor doe ik een beroep op jullie. Ik weet dat er vandaag ook mensen zijn die een keer meekomen, komen kijken. Ik doe een beroep op jullie. We kunnen samen het tij keren. Je kunt helpen. Er lopen mensen met gele shirts waar je kunt aanmelden als je wat wilt doen. Maar bespreek het met de buren. Bespreek het thuis. Want het is geen grap. We hebben 4 jaar president Trump voor de boeg. Het kan in Nederland ook gebeuren. Terwijl we hebben heel veel te verdedigen. En we hebben heel veel te verbeteren en te verdienen. We kunnen het land nog veel mooier maken. We kunnen kiezen voor een sociale economie. We kunnen zorgen dat we weer normaal met elkaar omgaan. Maar dan hebben we wel echt iedereen nodig. Dit is een tijd om op te staan. Dit is een tijd om naar voren te stappen. Dit is een tijd om je hand op te steken. Om je mond open te doen. Dit is een tijd om je aan te sluiten en samen te werken met anderen die geloven in dat Nederland. Dit is geen tijd van afwachten, van cynisch, van wegzeppen, van we kijken wel op de tv. Dit is een tijd om op te staan. Dit is ons land. Dit land is van iedereen. Laten wij ervoor zorgen dat Nederland een land is waar iedereen trots op kan zijn. Dames en heren, misschien herinnert u zich dat gevoel nog van vroeger, dat je in het buitenland op vakantie was en dat je zei dat je uit Nederland kwam. U herinnert zich dat.
Mensen keken dan altijd geïnteresseerd, maar ook wel met een soort bewondering en afgunst keken ze je dan aan. Aardig, een beetje rare land, hele goede voetballers, waar mensen open waren en zo vrij. En waar je, als je op straat liep, door de glasheldere ramen overal naar binnen mocht kijken. En waar je anders mocht denken en anders mocht zijn. Wie je ook was. Een land waar mensen voor elkaar zorgen. Met een ongekend stelsel van sociale en medische voorzieningen voor iedereen. Allemaal voor elkaar gebokst door mensen die wisten dat ze samen meer voor elkaar krijgen dan ieder alleen. Een land waar mensen trots op waren. En dat wil ik. Dat wil ik weer terug. Ik wil dat we weer trots zijn op ons land. Ik wil dat we weer trots zijn op de eigenaardigheden van ons land. En dat kan ook. Als wij de juiste keuzes maken, dan kan dit een land zijn met plek voor iedereen die wat van zijn leven wil maken. Voor iedereen die durft te dromen. Voor iedereen die durft te delen. Met goede zorg en aandacht, beschaving voor iedereen die dat nodig heeft. Jong of oud. Met de beste scholen voor alle kinderen in dit land. Die onze kinderen voorbereiden op die enorme veranderingen die op ons afkomen. Met een sociale economie. Met een samenleving van respect en waardering. En waarin geluk niet langer alleen een statistisch feit is. Een rangorde waarin wij horen tot de gelukkigste landen ter wereld. Maar iets wat we voelen tot in onze vezels. Een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. Daar gaan we voor. Dank u zeer.